Breda Nu. Je weet het meteen. We staan hier in de Rabobank van Breda met de kunstexpositie van Hans Withoos. Deze foto's zijn gebundeld in een speciaal boek genaamd Proud People. De opbrengst van het boek gaat geheel naar het goede doel. Wat vindt u van het initiatief? Heel erg mooi. Het laat zien dat een betrokken bank als de Rabobank niet alleen laat zien dat ze dat in woord zijn, maar ook omzet in daden. Want op deze manier laat je zien dat de medemens en de mede-ondernemers in Sri Lanka je ook wat waard zijn en je ze ondersteunt om zelf het ondernemerschap op te kunnen zetten. En dat vind ik heel erg waardevol en dat past ook heel erg bij de traditie van de Rabobank. Ja. Artavina is opgericht door een meneer Satis. Die heb ik 5-6 jaar geleden voor het eerst ontmoet. Dat is een zeer ontwikkelde Sri Lankees. Heeft sociologie gestudeerd, heeft in het buitenland gewerkt. Maar heeft zijn hart op de goede plek zitten en is begonnen met de microfinancieringsclub Artavida. En wat hij probeert is met zijn club microfinanciering te verstrekken aan de allerarmsten van Sri Lanka. Kunt u ons wat meer vertellen over het boek Proud People? Nou, het boek dat is eigenlijk een aantal beelden die ik daar geschoten heb samengevoegd in een boek. En de meeste beelden gaat eigenlijk over samenwerking. Nu staan we voor een beeld wat niet direct over samenwerking gaat. Maar dat hebben jullie misschien in het boek kunnen jullie dat wel allemaal terugzien. Ja. En kunt u eens wat meer vertellen over dit beeld? Ja, wat ik hier zelf interessant vind, deze man is gewoon echt aan het werk. Die staat in de velden en hij tilt die zak van de grond. En wat ik zelf heel mooi vind als fotograaf zijnde, is dat die zak loopt eigenlijk door in de lucht. Waardoor je eigenlijk die hele richting krijgt van dit beeld. Dus je wordt echt helemaal meegetrokken in het werk van deze man. Ja. En hoe was het voor u om dit project te doen? Ja, het was natuurlijk fantastisch, want ik werk normaal als kunstenaar en modefotograaf. Dus ik reis veel. Maar ik werk natuurlijk ook vaak met professionele modellen. En dit zijn de mensen die daar wonen. En ik vond het zelf eigenlijk is het een uitdaging om in het land aan te komen. En dan te kijken van wat voor mensen zijn het. En hoe kan ik met hun omgaan, zodat we met respect met hun omgaan. En zij ook met respect terugdenken aan deze serie.